Hey kijkers van Dus David Games, welkom terug bij een nieuwe David versus dit ding. Vandaag hebben wij een hele aparte challenge. Ik moet echt door mijn rug heen gaan, want het is echt fucking klein. Als ik rechtop sta, dan sta ik zo. Hij is gewoon lang. Dat is het probleem. Hey kijkers van Dus David Games, welkom bij... en wat wij gaan doen is, we gaan allebei een aantal dingen, twee of drie, dingen uit het verleden, van vroeger vertellen, van toen we nog jong waren, toen we zo oud als jullie waren, jaar of 10, 12, 15, 17, dat was voor jou maar net geleerd. 4, wat je nog maar kan herinneren. En de persoon die de meest embarrassing verhaal weet te vertellen, die heeft natuurlijk een leuke jeugd gehad. En die wint. En dan mogen jullie uiteindelijk kiezen. Moet ik beginnen of jij? Jij begint. Okay. Ben benieuwd. Okay, ga maar achter. Moet ik naar achteren staan? Dat zie je me gewoon niet. Oké, nou dames en heren, ik heb... Nee, doe het even zo. Zo ziet niemand jou. Ik sta echt hier door mijn knieën heen. Oké, mijn eerste verhaal, mensen van Dus David die kennen dat verhaal al. Was toen ik een jaar of 14 was, toen zat ik op Frankrijk. In Frankrijk was ik op een camping, Les Ormes heette dat. En allereerst was ik heel erg verliefd op Leontine, dat was de dochter van de camping-eigenaar. Super lekker lijf, echt een lekkere chick. Die was Nederlands, maar die kon ik niet aan de haak slaan. Vervelend. Dus toen had ik een meisje en die heette Linda. Ja, weet ik nog. Die was 15, dus ik was even een jaar ouder. Hoe fucking vreemd is dat, als je 14 bent. En wij gingen een beetje kutten in de hooibaal om 1 uur 's nachts. Alleen het werd een beetje laat, op een gegeven moment was het 2:30 s'nachts en weet je, het was geen creepy camping of zo. Alleen mijn pa die ging me zoeken, want die had zoiets van, hé, waar is Davidje nou, kleine Davidje. Dus die ging helemaal naar boven naar de jeugdsoos, van, ja, heeft iemand David gezien? Dus iedereen zo, nee, nou, mijn pa is niet gek. Dus die zei, oké, waar zit hij? Nou, toen zeiden ze, ja, die zit daar achter bij de hooibaal. Dus mijn pa, help daar naartoe, zo, hap, en hij zegt, ik kijk zo en ik was daar echt, ik had nog wel mond op elkaar. Het was niet mijn eerste keer seks, don't worry, dat was veel later. Maar, zij had zeg maar dit dan niet aan en zo. En toen kwam mijn pa zo zeg maar om het hoekje zo. Davido! Ik zo. Hi. En het mooie is, hij werd niet boos of zo, hij had meer zoiets van, oh daar is hij. Goed zo jongen. En wat hij zei was, maak je niet te laat jongen. En toen liep hij weg. Wat een baas ben je dan? In plaats van dat je boos wordt van, godverdomme, waarom heb je niks gezegd? Ik ben waar je aan het zoeken. We dachten misschien ben je opgegeten door Revé. Wie weet? Nou, dat was mijn eerste verhaal. Nou jij. Oké, al vind ik dat niet echt een awkward verhaal. Jawel. Nee. Oh nee, als jouw vader jou topless met je vriendje op bed aan zou treffen. Nee, maar je werd niet boos. Nee. Dus, maar oké, mijn verhaal. Goh, ik heb er heel veel, maar ik zal er eentje gewoon niet van zeggen al. Dat was toen ik op de basis zat. Wat zei je raar op de camera? Je moet meer zo staan. Zo. En dan zo, en dan zo, en dan kijk je nou naar de camera. Kijk, veel leuk. Sta verder. Dat was ik op de basisschool. Ik ben echt vervelend. Laat me gewoon vertellen. Ja, op jou de basisschool. Een paar jaar geleden. Oké, ja, en ik was in groep 7. Oké, dus wel niet super jong of zo, maar. Oké, groep 7. En ik zat in de klas en we hadden echt een hele strenge juffrouw op dat moment. En ik moest naar de wc toe en dat mocht niet. Maar ik moest in het begin van de les al. Van de dag eigenlijk, want je hebt niet per les natuurlijk. Je had een hele dag dat je daar zat. En ik zat daar en ik mocht dus niet naar de wc. Dus ik probeerde het de hele tijd helemaal vol te houden. Dus ik ben heen en weer op mijn stoel van, oh, bijna pauze, help. Nou, uiteindelijk moest ik zo nodig, dat ik echt gewoon zo nodig moest. Dat ik zei van, oké, mag ik nou echt naar de wc tot ik hou het niet meer vol? Nee, dat mocht dus niet. En ik was op dat moment een heel verlegen meisje. Dus ik durfde ook niet op te staan en gewoon weg te lopen. Dus wat gebeurde er? Ik plaste in mijn broek. Midden in de klas plaste ik in mijn broek in groep 7. En ik schaamde me echt. Echt helemaal dood, hè. Oh mijn god, ik herinner het nog zo. Dat ik gewoon daar zat. Ik zat helemaal huilend. Van, oh mijn god, wat dit gebeurd is. En toen heb ik gezegd dat ik ziek was en ook opgehaald worden door mijn moeder. Want ik durfde niet meer de dag verder. Nee, kan ik me voorstellen. Gadverdamme, jij viesbeuk. Mag ik nou weer? Dat is helemaal ik vond het een hele goede trouwens. Ik vind dat kindermisbruik gewoon. Dat kan niet. Goed. Deze is niet zo vervelend. Anyway, op de middelbare school vervolgens gingen dus van de... Nou, dat was ook begin middelbare school. Maar dit was ook middelbare school. Was ik een jaar of 16. Toen had ik een meisje, nou, leren ontmoeten. Die zat gewoon bij mij op school. Heette Wanda. En het was een leuk meisje. Het gaat veel over meisjes. Maar deze keer niet gaat over seks. Echt niet. Don't worry. En ik vond het meisje super leuk. En ik heb toen gevraagd, hey,
wat doe je vanmiddag? Nou, niet zoveel. Ging naar de stad, ging ze daarmee naar mijn huis. Was leuk. En was wederom niet de eerste keer seks. Maar best wel redelijk wat gedaan. En het gaat toch over seks. Daarom heb ik misschien wat af. Nee, want dit is leuker. En toen daarna, de volgende dag, toen kwam ik op school, was ik helemaal zo van, Wanda, hartstikke leuk. En toen zat ik gewoon buiten op mijn scooter, dus ik was 16 al, ja ik was 16. Zat ik op mijn scooter, in het scooterhok, zat ik wat te praten met wat gasten daar. Ik kende ook lang niet iedereen, zeg maar. En in één keer hadden ze het zo'n gozer over van, ja, ik heb binnenkort een jaar met mijn vriendin, super vet. Ik zei, wie is die gozer dan? Randy of zo heette die. Dus ik zei, oh wat tof, cool man. Ja, wie is je vriendin dan? Ja, Wanda, zei hij. En ik heb er nooit wat van gezegd. Behalve nu. Hi Randy. Jij weer. Dat is gemek. Nee, dat kon ik niks aan doen. Dat kon ik niet weten. Ja, van die meid was gemek. Ja, daarom. Dat is gemek. Maar oké. Jeetje, welk verhaal ga ik nu vertellen? In ieder geval. Ja, oké. Okay, deze is best wel. Ik schaamde me heel erg. Dus ik weet niet of jullie dat vinden. Ik was ook naar school toe. Het was toen op de middelbare en ik zat voor mij in de tweede of derde zat ik. En ik was echt op dat moment doodziek. Ik was in de ochtend echt heel erg ziek. Ik was helemaal niet lekker. Ik was misselijk en weet ik het allemaal, dus ik wou thuis blijven. En op dat moment zei mijn moeder van nee, ga het gewoon naar school toe, want je hebt vandaag een test. En die dacht dat ik daarom niet naar school wou, omdat ik niet had geleerd, wat ook zo was. Maar ik was ook echt ziek. Dus ik wou naar school, ik wou niet naar school. Zij vond ook wel omgegaan, hele ruzie. Uiteindelijk heeft ze me naar school gereden, zodat ik er maar in ieder geval zou komen en niet weg zou gaan ofzo. Dus wij naar de school toe rijden. Ik kon dus schreeuwend, huilend, weet ik het wel, super boos. Ik wou echt niet gaan. Dus ze zet me daar af. En ik sta op dat schoolplein, sta ik nog helemaal te schreeuwen en te schelden naar de auto van mijn moeder. En toen draaide ik mij dus om. En toen zag ik dat achter mij op het sportveld een hele klas aan het sporten was. En dat compositie. Ja, die hebben ja, ja, als jij hier staat, dan moet ik of hier staan. Ja, dat doe jij ook heel de tijd. Ik nee! Echt wel, kijk maar terug zo. Maar in ieder geval, die hebben dus helemaal kunnen genieten van mijn uitbundige schreeuwpartij tegen mijn moeder. Al huilend dan. Dus dat was best schaamtevol. Ik vind het allemaal nog wel meevallen. Ik wil niet flauw dat zijn. Dat valt niet mee. Dat is maar we laten het jullie gewoon kiezen. Wie van de twee heeft nou het meest door de grond zak moment gehad? Met wie heb je meer medelijden? Dat kun je ook nog een keer zeggen, want misschien heb je zoiets van David, je bent een lul. Het boeit me niet. Ik vind het alleen maar grappig. Ik hoop dat je gehuild hebt. Plus, die tweede van hem was die gewoon niet betrapt. Dus hoe schaamtevol is dat niet? Nee, maar dat is dan vervolgens baal je er zelf heel van. Ja, maar dan ben je er zelf van. Ik kon een hele klas die ik kon meegenieten. Dat was een heel groot verschil. Ik had mijn vader die kon meegenieten. Ja, dus? Just saying. Laat even weten jongens, wie heeft deze David vs. V gevonden? Ik vind natuurlijk ik. Duidelijk. Maar misschien dat je vindt dat het gevet is, laat het ook in de reactie achter. Doe een like en check ook even het kanaal van mevrouw Gamer met GV. Heel soms doet ze zelf ook een gameplay, maar meestal is het Skyblock van mij. Ik doe andere dingen. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Kattenvlogs en The Sims en videogame drinks en ik zeg maar grappen te maken. En abonneer op de Zout Games. Tot de volgende keer. Tot ziens. Doeg.